Dag iedereen, moet je zeggen. Of nee, ik zeg het altijd volgens meneer. Als je naar alle video's kijkt, dan zeg je altijd, dag iedereen. Ah, dat is toch makkelijk, dag iedereen? Dan hebben we al direct iedereen aangesproken. Aan. Maar we gaan beginnen, we gaan beginnen. Weer drie pack blisters open doen. Dus vorig filmpje hebben jullie gezien dat mij 75 euro gekost heeft, 6 packs. Dus nu 37,5 euro. Gaan we nu in de fik steken of gaat het opbrengen? We zullen zien. Ik vind het spannend. Ik vind het ook zeer spannend. Aan de ene kant vind ik het zo. Wow. Maar kijk, dat is gelijk vastgelegd. Maar jongen, dat is niet waar. Ik heb het gevoel dat er hier niks in gaat zitten. Ah, nee. Die in het midden, dat is voor jou en dat is voor mij. Wat zou dat kunnen? Wat de? Repackaging. Nee, maar beneden. Maar beneden haast. Ik heb wel een keer... Hij is allemaal geopend. Dat is mooi. Zo gaat. Ik heb wel een keer op Facebook gezien dat er iemand... Toen nee. Allemaal packs gezopen die. Ja. Van de nieuwste set. Mm-hmm. 50 packs en hij had niets. Zo erg. En ze zijn allemaal dat misschien... ja, repackaging. Maar dat kan toch niet hier? Nee, ik geloof er echt niks van. Dat kan niet. Dat kan niet en zo. Die pakjes zijn gewoon aangesloten. Dat kan niet, hè? Dat kan niet. Horsi. Wat is? Hé, je begint al. Ja, doe maar, hè? Wat is dat? Filmpje gaat niet lang genoeg zijn aan. Time is money and money is time. Dan moet. Allee, jij ook. Winnepie D, Sandy Guest, Morello, Krabarler, Porygon, oh, Metapod. Ken er eer. Lana. Raichu, oh, ook rare. 3, 2, 1. Mwah. Nou, die trompet had eronder, hè. Hallo, jongens. Ah, stel je voor dat hij in het goud was. Dat hij 65 ja, euro. Ja, dat was dan 65 euro inderdaad. Maar ja, het is niet in het goud, hè. Ik vind dat zot aan de Fairy Energy zo verwaard. Ik heb eigenlijk nog maar één Secret Rare Energy getrokken. Ik 2. Hij had er echt al geluk mee gehad, hè. Ah. Ik vind dat wel wees, want dat behoudt zijn waarde. En dan gaat het niet maar steen, denk ik. Dat weet ik niet. Weet je wat? Ik voel relief. Weet je wat? Ik ben niet aan het zeven, ik voel echt relief. Ik voel relief. Maar, ik voel relief. Maar ik wil al weetje zeggen. Relief. Ja, maar zeg maar tweetje, ja. Bij die nieuwste set, de hidden... Fates? Ja. Dan, en die energies, die had ook hollow. Gelijke evolutions. Wow. Wees het? Ja. Ah ja, binnenkort gaan we dus de feetje openen, hè. Juist. Ja. Ik ben er klaar voor. Maar ik kan wachten op u, want ik weet dat ik relief heb. Maar ik krijg het relief van de Rainbow Charizard heb ik gevoeld. Echt? Nee, maar eigenlijk ben ik al content dat ik relief heb. Ik heb toch al iets. Zo. Als het zelfs niet full art is, het is goed. Toen de trainer. Ah, hij had graag dat een trainer trekt, zeker, hè. Maar... Ah, ik heb glad. Ah, dat is ook al iets. Ja, gaan we de code zijn. 3, 2, 1. Ah, ja, dat is waar. Ik ben echt benieuwd. Kieltje fly. Rulu, maar waarom doe je ook? Omdat ik heb stress, dus ik zit even stil. Horsie. Maar ik wil bij u tegelijkertijd doen van 3, 2, 1. Wimpot. Kaiwi. Vulpix. Simish. Meowth. Ja. Riolu. Grimer. Weakness Policy. Poetown, Rimbombe, Arikinat. Ik zal eerst. Ik zeg dat Ho-Ho is. Wie is dat? Ah, Marshadow. Marshadow? Ah, eerlijk meneer. Marshadow GX. Dat is een klootzakje. Ah, maar ja, toen hem aan de camera. Ja, heen. Wat is dat nu? Zo'n mooie kaart. Weet je dat de Pikachu wil vermoorden in een film? Voilà, zie. Dat geeft niet. Ja, ik vind altijd een mooie kaart. Dat is een slecht trick. Dat geeft niet. En nu ik. Het is een rainbow, of niet? Ah, nee. Hallo, Lund McGX! Dat is toch goed? Dat is zo dan... Ja, nee, gewoon een ander. Ik weet zeker dat je... Ik ben blij dat ik al een hit heb, want ik had al gerekend dat ik niks ging hebben. Zoveel geluk brengt dat mij hier als paal. Maar... Zit al in het verlies.
Dat is toch tenminste één kaart dat we hebben. Allee jongens, een lole muk. Die is toch maar 5 euro of zo. Jawel, we hebben hem toch, hè? Zonder een lole muk geen party, hè? Nee? Oké. Okay. Nee, zegt hij. Een krabbe. Rats. Dat vond ik ook een rare Pokémon. Ja? Als ik op de Gameboy was, die wou ik niet. Oei. Ja, nee. Dan vlucht er van weg eigenlijk. Ja, maar ik moest hem toch van. Ik weet niet oei. Oh, dat is een goede kaart. Ja, dat is waar. Want die kan tegen GX'en. Ja, NX en GX Pokémon kunnen hem niet aanvallen. Dat is zotte eigenlijk. Dat is goed voor te play. Dat is jouw stick. Sandygast. Caterpie. Caterpie. Die vier beestje. Inkai. Krapken. Vrouwtje. Maantje. Vrouwtje. Een paard. Paardje. Een Zumarill. Blijkbaar bij... Zumarill. Bij Pokémon Go is die sterk. Ja? Ja. Ah. Heeft veel leefstof. Hij is gelijk de Snorlax van vroeger. Nu is blijkbaar de Snorlax niet. Ja. Oh! Allemaal weertjes, hè? Witte code. Ja, ik heb ook een witte code. Ja? Ja. Kijk. Drie. Ik voel een klein beetje relief. Nee. Hé? Het is bizar, ik voel een klein beetje relief. Speed a fairy energy. Ja, het is echt raar. Het is echt een klein beetje relief dat ik voel. Ik weet nu dat komt. Zo'n sneak peek. Is dat als laatste? Ah nee, we hebben nog een pakje. Oké. Ik had het niet goed, hè. Ah, nu komen de hits. Ja, de hit mag wel getoond worden, hè. Nooit voor een GX, hè. Maar, beter een hit dan geen hit. Beter een hit dan geen hit. Dat is een dikke kaart. Tangelaatjes, Ralts, Rijhoorn, Hoedhoed, Sidra, Texken, Scoop-up, Grokunk en... De mensen bij is dat dat beeld vast zit. Had je dat gezien? Oké, okay. Genoeg gelachen. Waar druk verdient, denk ik. Ik denk dat die wel waard is. Is die toch minstens 20 tot 30 euro waard, denk ik? We waren er nog over bezig. Oh, zo nice! Wat denkt de reactie? Goed, hè? Oh, dat is leuk. Dat is echt leuk. Ik had gezegd dat ik een klein beetje relief maar voelde. Dat niet te zot was, hè? Allee, jong. Fire energy. Maar ik ben zeggen fairy wat meer zal zijn qua waarde. Maar het is wel nice om te trekken, hè? Ik vind het raar dat fairy meer is dan vuur. Ja? Of misschien is vuur meer? Nee? Als beloning mag jij deze boosterpack opdoen. Omdat jij mij geluk hebt gebracht. Want nu is het allemaal in orde voor mij. Ik hoef zelfs geen Charizard meer te trekken. Ik zou zelfs... Nee, ik wou bijna zeggen, hij krijgt hem als hij trekt. Maar dat is niet waar, want ik krijg hem dan. Dat loopt weer fout, hè? Ah ja! Het is weer goed, hè? Fire Energy, zo cool! Dat gaat op zijn troonkastje komen. Ja, dat gaat inderdaad op mijn bureau komen, zit die kaart? En al 4 zotte energies. Allee jongens, kijk eens even zo'n keer toon. Dat is echt wijs. Dat is eigenlijk ongelooflijk hoe duur dan die kaarten zijn, hè? En die behoort je waarde. Zo'n mooie kaart. Sorry. Is de runekaart toch? Ja. De spanning is te snijden. De spanning is weg. Bij deze domper, aangezien aan mijn broer, er niet tegen kan dat ik die fire energy heb. Nee, ik wou die. Hij wou die? Jammer, maar helaas heb ik die. Hij zat me eerst uit te lachen met het eerste filmpje, maar nu is het weer geslaagd. En ik zal ook wel in de rechter of de linkerhoek zetten hoeveel opbrengst dat we hebben gehad uit die 6-3-pack-blisters. Maar uiteindelijk... Ik denk wel... Zit.
Ik weet het niet. Ik ga wel 75 euro uitgeven, dat is waar. Ik zal het zien, ik zal het zien. Moet ik mijn buik aan 10 cent of 50 cent rekenen? 10 cent. 10 cent? Ja. Oké. Maar het wel, wacht even, pak dat tegen 5 euro is. Dat kunnen ook 5 euro elk. 4,5 verkoop ik ze. Ik pak 4,5. Dus pak 15. Hij had wel veel Jackson getrokken ook, hè? Ja, 2. Ja, 2. Dat is toch al. En denk dat dan euro, op de 40 zit. Ja, dat is waar. 45 euro. Ja, na deze klapper eigenlijk. Dus klapper, hè? Gaan we eruit, hè? Like, share en. Geef die kaart van mij af. Subscribe. Kijk, ik heb het omgekeerd gedaan. Maar, je moet die kaart afgeven. Ik weet wel wijs dat ik aan mij trok. Tot de volgende!